De Stichting Joden Savannah in Para bestaat vandaag precies 50 jaar. Het behoud van dit cultureel erfgoed is naar zeggen van het bestuur niet zonder slag of stoot geweest, met vele mooie en minder mooie momenten. De stichting werd in 1971 opgericht en 2 jaar later werd er een hoogtepunt bereikt met het conserveren van de ruïne van de Beraha Fesalom synagoge. De synagoge werd voor het laatst in het jaar 1885 gebruikt. Een dieptepunt is het verval dat optrad als gevolg van de Binnenlandse Oorlog, zegt secretaris Stephen Fauquet, waardoor het geheel opnieuw overwoekerd raakte tot de doorstart van de stichting in 1998 onder leiding van Guido Robles. Fauquet gaat in op de huidige inspanningen op de nederzetting. We hebben de afgelopen jaren sterk de nadruk gelegd op archeologisch onderzoek, om eigenlijk meer te weten te komen over het dorp Joden Savannah en zijn bewoners. Maar ook het voorbereiden van het nominatiedossier voor de plaatsing van Joden Savannah. Als ik zeg Joden Savannah in één ruk, noem ik dat ook gelijk de Joodse begraafplaats nabij de Kassipora begraafplaats, omdat de Joden zich in eerste instantie nabij de Kassipora kreeg hadden gevestigd. En het dossier hopen we heel binnenkort te kunnen afronden en in te dienen bij de UNESCO. En dat wordt de Suriname tweede cultural site, de historische binnenstad van Paramaribo, onze eerste cultural site. Daarnaast heb je een natural site, dat is het Centraal Suriname Natuurreservaat. Nou, dit wordt Surinames derde site dat we hopen geplaatst te krijgen op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. Het proces om Joden Savannah op de werelderfgoedlijst te krijgen heeft langer dan 10 jaar in beslag genomen. Een van de verworvenheden van de Stichting Joden Savannah is ook de volledige inventarisatie van de begraafplaatsen op de nederzetting, die samen zijn gedaan met de begraafplaatsen te Kassipora en in Paramaribo. Voorzitter Harold Seilbing noemt ook de samenwerking en de inbreng van het dorp Redidoti. De participatie van het dorp Redidoti cruciaal is geweest om dit vandaag te kunnen beleven. Het dorpsbestuur van Redidoti heeft een grote bijdrage geleverd om het behoud en de conservering van Joden Savannah mogelijk te maken. Omdat eigenlijk Joden Savannah ligt in de economische zone van het dorp. Ja. Dus het dorp heeft daar behoorlijk aan meegewerkt. En dat is een heel belangrijk aspect. Maar hierop aanvullend, er is tussen de stichting Joden Savannah en het dorpsbestuur is er dus een officieel samenwerkingsverband. En waarbij dus beide partijen erkennen het behoud van Joden Savannah. En dat Joden Savannah ook bijdraagt aan de sociaal-economische ontwikkeling van het dorp Redidoti. Dus ja, het is eigenlijk een win-win situatie via samenwerkingsovereenkomst. Joden Savannah is in 1685 de vestigingsplaats geweest. Die werd opgezet door Sefardische Joden uit Spanje en Portugal die via Amsterdam naar Suriname kwamen. In eerste instantie vestigden zij zich in de oude hoofdstad Torarica en aan de Kassipora-kreek, alvorens te verhuizen naar Joden Savannah. In de afgelopen jaren wordt er door archeologen intensief onderzoek gedaan om de geschiedenis van de nederzetting verder vast te leggen.